Op deze foto is goed te zien dat de blauwe glazen bol, die voor het schilderij hoort te hangen, aan gruzelementen op de vloer ligt. Het betreft een werk uit de Gazing Bowl-serie van de wereldberoemde Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons. Het was de laatste dag dat het schilderij te bewonderen was. Behoorlijk beschadigd. Ik bedoel, het was een kerstbal die dus echt grondig kapot is. Je zag dus aan een paar van die scherfjes zo, blauwe scherfjes. Ja, en die lagen daar, ja. Ja, het is een wereldberoemd kunstwerk. Ja, dat heb ik wel begrepen, ja. Ja, ja, er is een bezoeker heeft vanmiddag bij het bekijken van het kunstwerk van Jeff Koons, de Gazing Bowl, heeft hij per ongeluk de bal aangeraakt. Tenminste, dat is wat we hebben begrepen. En op een of andere manier is die bal gesprongen. Ja, het is de laatste dag van de tentoonstelling. Een verschrikkelijk einde, denk ik. Nou ja, god. Natuurlijk, dit wil je natuurlijk nooit dat zoiets gebeurt. We zijn nu nog aan het onderzoeken wat er nou gebeurd kan zijn. Misschien was het spontaan. Het lijkt er niet op alsof het met opzet was gebeurd in elk geval. Dus degene die het per ongeluk had aangeraakt, ja, die heeft alle medewerking verleend. Het lijkt erop dat het een heel tragisch ding is geworden, waardoor die bal helaas kapot is gegaan. Ik was het even vergeten. Ik dacht, nou neem ik de laatste mogelijkheid nog. En nou is dat pech. Ja, want u komt hier net naar de deur en de man zegt tegen u? De man zegt tegen mij dat ze gesloten zijn vanwege een calamiteit. En dan moet ik het meedoen. Ja, dan moet ik u vertellen dat de Gazing Bowl van Jeff Koons vanmiddag kapot is gevallen. Nou ja, als dat waar is. Het is geen 1 april meer, dus is dat een ramp. Ja, ik weet hoe het eruit ziet. Ja, oh, die bal is eruit gevallen, lijkt het. Ja, dit is de glazen bal is inderdaad kapot gevallen. Nou, dat is een ramp. Voor je, Jeff Koons ook. Ja. Ja, en u kunt de bal denk ik ook niet meer zien? Nee, dat zal wel. Nou ja, heb ik hele grote pech. Het is niet anders.